Het is een van onze oudste monumenten, zeg maar. Dus ja, dat is wel belangrijk dat die behouden wij. De sluis wordt gerestaureerd en de deuren worden er vandaag ingezet. Dit is een zogenaamde schutsluis. Die staat op de grens van het koggenwater en van het water wat afloopt naar zee toe, zeg maar. Waar heeft hij voor gediend? Om vooral de marktschippers en andere scheepvaart vanuit Winkel en omgeving door te laten naar Alkmaar en Amsterdam. Ja, wat een gevaar het is, hè? Ja, zeker. Het is echt topkwaliteit. De vorige deuren die hingen erin sinds 1981 en die waren op en af. Vandaar dat er dus gewoon nieuwe gekomen zijn. We hebben de kerktoren nog en dan de sluis en nog wat paar hele oude gebouwen. Maar verder is er niet veel meer, denk ik. Ja. We kunnen alles wel wegdoen, maar het is toch belangrijk dat je toch wat nalaat voor het nageslacht. Dat ze toch kunnen zien hoe het vroeger allemaal ging. Als het mogelijk is, dan wordt die één keer in het half jaar wordt die in gebruik genomen met de Floraliafeesten. Derde weekend in september, dat zijn de bloemenfeesten hier in Nieuw-Niedorp. En dan gaan we proberen in ere de deuren te herstellen gaan met symbolisch een klein koolfletje door te laten. Nou, dan hebben ze in ieder geval even de tijd om aan het water te winnen. Ze kunnen aan het water winnen, ja. Ja, absoluut. Maar is het een kijkje, precies, hè? Tegen, ja.